Inwoners en Waterschap Rivierenland hebben samen een verantwoordelijkheid. Voor wonen, werken en bouwen bij dijken gelden regels. Deze zorgen ervoor dat dijken sterk, stabiel en veilig blijven. Dijken en het rivierengebied. Al eeuwenlang zijn ze met elkaar verbonden. Niet alleen zijn ze karakteristiek voor het landschap, dijken zijn ook belangrijk voor de veiligheid. Het rivierengebied is het stuk Nederland tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Het is een van de mooiste gebieden van Nederland. Maar vanwege het vele water ook kwetsbaar. Zonder dijken zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Soms staat het water hoog, zoals bijvoorbeeld in 1995. Na 1995 zijn de dijken in het rivierengebied sterk verbeterd. Een waterstand zoals die in 1995 zou geen groot probleem meer zijn in het rivierengebied. Maar door klimaatverandering worden er de komende jaren meer en vooral extremere buien verwacht. Hierdoor wordt er meer water aangevoerd via de grote rivieren. Het is dus belangrijk dat de dijken sterk zijn en blijven. Dijkbeheerders van het waterschap controleren regelmatig of de dijken nog in orde zijn. Ook worden de dijken minimaal 2 keer per jaar gemaaid. Dit houdt de grasmat sterk en die is daardoor goed bestand tegen erosie en golfslag. Waterschap Rivierenland houdt de aantallen muskus- en beverratten onder controle. Het gegraaf van deze knaagdieren veroorzaakt veel schade aan dijken. Waar nodig werkt Waterschap Rivierenland aan dijkverbetering. Het waterschap stelt ook regels voor wonen en bouwen aan dijken. Bijvoorbeeld als het gaat om het plaatsen van afrasteringen, schuurtjes en speeltoestellen. Een schuurtje of afrastering lijkt niet veel op zo'n grote dijk. Maar veel bouwsels kunnen de stabiliteit van een dijk beïnvloeden. Onze medewerkers helpen inwoners en bedrijven van het rivierengebied bij het maken van bouwplannen die aan de regels voldoen. Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken in het rivierengebied. Samen met u. Zo kan iedereen in het rivierengebied blijven wonen en werken achter veilige dijken. Nu en in de toekomst.